dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag is het tijd. Het is tijd voor een speciale video. Niet alleen met mezelf, maar samen met... Je hebt het ongetwijfeld al gezien en geraden. Het is de enige echte. Peter. Hallo. Opperhoofd van Bieren Schmink, hij is hier. Hij is hier. De enige echte. Peter. Van Bieren Schmink. We gaan vandaag iets aparts doen. We gaan het namelijk hebben over een bepaald onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. Namelijk, het is de reden waardoor we überhaupt bestaan. Seks! Juist. Seks gaat als volgt. Je hebt een gaatje en een piepie. En dat gaat als volgt. Pas op, dat gaat gebeuren. Oh! Je voelt het. Je voelt het, hè? No, no, Zoals jullie misschien in de vorige video hebben kunnen zien, had ik jullie gevraagd om een quiz te doen over seks, over porno. Dat hebben jullie gedaan. En hoeveelheden is niet normaal. Jullie konden allemaal niet wachten om over seks te doen. Jij een kind. Kut voor je. Ik heb iets meegenomen. Heb je paprika? Wat doe je allemaal? Ja, ik heb een beetje schimmel op. Of niet dan? Ik heb een yellow paprika. Oh, een gele. Die raak ik niet aan. Haal hem uit mijn buurt. Ik gooi hem in de gracht. Gooi meteen die eend aan. Flikker op, kutzwaan! Ik zit aan je pik. Dude, what the fuck? Ik zat aan je piepie. Nu ben ik hem aan het masturberen. Dude, what the fuck? Ik heb medelijden met je vriendin. Als zij jou masturbeert, doe je gewoon alsof er niks aan de hand is. Het houdt niet op, niet vanzelf. Maar, wat jullie niet weten is dat wij hem überhaupt nog nooit hebben gedaan. De seksquiz nog niet gedaan. Ik wil seks. Oh, het is niet dat je seks krijgt. Is dat een uitkomst? Nee. Fuck! Als je het goed je best doet, krijg je misschien ooit seks. Yes! Heb je wel eens een keer een seksje gehad? Mensen hebben wel eens gevraagd of ik een seksje wou, maar ik heb nooit... Oh. Ik heb wel eens een seksje gedaan. Een seksje gedaan? En een lekker seksje gedaan. Dat is toch een drukje gedaan? Een drukje? Ja? Dat, als je het wilt, zeg ik, Peter, ik wil even een drukje. Dat is goed. Ja, zeker. Seksje, drukje, pijpje, alles. Ben je er klaar voor? We zijn helemaal klaar voor. Laten we beginnen, man. Ja, ben je er klaar voor? Ik klik op de grote knop! Wie beantwoordt de vragen dan? Beide. Bij beide. Ja, maar dat is niet eerlijk eigenlijk. Trio zitten, vind ik. Door middel van deze video probeer ik te zeggen dat ik graag een trio wil. Oké. Okay. Ik kom er vooruit. Ik zeg het gewoon. Okay. Nee, maar weet je wat mij leuk leek? Dan kunnen we een beetje lekker discussiëren over de antwoorden. Anders is het zo van, ik deed dit, ik deed dit. Ik ben helemaal gezaaid, Piet. Ik denk in content. Content. Dat was mijn krekel. Ik dacht een krekel geluid voor mijn grap. Ik heb heel even een telefoontje erbij, want daar heb ik jullie statistieken op staan. Oh ja, dat is de bedoeling. Iedereen heeft deze quiz gedaan. Wij gaan een antwoord geven en dan achteraf zien we de antwoorden. En maar ik weet ook wat de meeste mensen hebben ingevuld. Maar wat als de uitkomst is pedofiel? Dat is kut. Dat lijkt me heel kut. Kan dat ook? Ik heb de quiz niet gemaakt. Ah, ik dacht dat jij expert was in seksquiz. Heb jij een seizoen down? Heb jij een seizoen down? We gaan het doen. Peter, ben je er klaar voor? Ben je helemaal ready? Inderdaad. Zou je ooit seks met een heks willen hebben? Ik zou wel eens een keer seks met een heks willen hebben. Ja, joh, lijkt me top. Ah, dat heb ik al een keer gehad. Dat was dan met je moeder. We gaan beginnen! Hoe groot is de penis van Nederlands volwassen mannen gemiddeld als hij stijf is? Is dat A, een augurk, een snackkomkommer, een courgette of een komkommer? Een courgette is toch wel heel... Is toch wel heel ik ga... Ik, nou, die voor mij is de komkommer! Geen watermoes zit er niet tussen. Gewoon een ronde gouden pik hebben gehad. En dan ga ik toch denk ik voor de augurk. Ja, je hebt een kleine pik. Je hebt een kleine pik. Augurkje is dit. Snackkomkommer, wat is dat dan? Een snackkomkommer lijkt me dan. Ik ga voor snackkomkommer. Ik ga ook voor snackkomkommer. Ah, dat bedoel je toen je gisteren langs kwam. Wat? Mag ik even een snackkomkommer bij je pakken? Ik zei, ik heb wel geen snackkomkommer. Oké, okay, laat maar. Geef hem weg. Gay! Nee, heb ik nooit gezegd! Nee! 6 tot 10 centimeter zo groot als een snack. 10 tot 16 centimeter. Ja, dat. Nee, Matty. Jawel. Nee, Matty. Jawel. Nee, nee, nee. Gemiddeld. Een fucking kleine pik heb ook, mensen. Ik zeg courgette. Ik zeg niet courgette. Ja, maar jij bent Calvin, dus jij bepaalt, maar ik zeg courgette. Hoeveel procent van de meisjes kan klaarkomen van neuken? Penis in vagina. Dat gaat niet alleen over jouw vriendin. Dat 30%. Staat hier op 0% staan! Oh. Typisch keer. Typisch keer. Have safe sex. Is het 10%, 30%, 50% of 70%? Ik zou ook gaan voor 30%. Dat doe ik van. 30%! Ja, 30%. 30%? Nou geef ik jou. Ja, dit is ook mijn verantwoordelijkheid. Als die fout is. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Welke van de volgende vagina's ziet er normaal uit? Confronterende plaatjes. Oké, we gaan tegelijkertijd gaan we het zeggen. Plaatje 1, plaatje 2, plaatje 3. Of zijn het ze allemaal? 1, 2, 3. Ik ga voor allemaal. Ik ga voor allemaal. Yo, what the fuck ga ik mijn hand zitten, vieze Rick? Vuist in mijn aars. Alle vagina's zien boven zijn normaal. Dat denk ik ook. Lekker bro. De beste high five ooit, zeg maar. Jij bent al klaar, ik begin al. Wat spannend, jongen! De volgende vraag. Hoeveel procent van de jongeren van 18 tot 20 jaar heeft wel eens anale seks gehad? Nou, dat je zelf een pik in je aars hebt gehad?
Altijd twee mensen. Ik ga voor 40%. Ik denk 20. Ik denk dat dit typisch iets is waarvan je denkt, oh ja, heel weinig mensen denken. Denk ik persoonlijk. Ja, maar 18 en 20 is 20. Dit. 18 en 20. Zijn mensen die dan nog niet eens seks hebben gehad? Gewoon hou dit, man. Ik zeg 40. Hij zegt 20. Pak me 20. Al weet ik alles goed heb. Ik zweer, ik maak je helemaal kapot met mijn piemel. In mijn anus, als anale seks. Hoe lang duurt het gemiddeld voordat een man klaarkomt tijdens de seks? Gemiddeld? Geef me 10 seconden. Nee. 5 minuten, 10 minuten, 5 minuten, 20 minuten. Ik ga 5. Ja. Het ding is, ik ben heel open, hè. Ik kan letterlijk gewoon, als ik al naar borsten kijk, wat kan ik er bijna al? Wow. Wow! Maar ben wel gekomen. Ah. Hoe weet ik het? Ja, ik moet letterlijk goed focussen om te zorgen dat ik lang aanhoud. Ik vind dat ook, ja. Zodat ik tegelijkertijd kom met mijn partner. Ja, dat vind ik ook. En dan moet je even stoppen. Je gaat even iets anders doen en dan... Lekker, bro. Ga en dan zo van, oh, nou, even iets anders doen. Even wisselen, partner. Gadverdari lekker, zeg. Hey. Nee, ik kan ook niet. Oh, tijdens het filmen. Waar deze quiz trouwens uit voortkomt, Peet, laat ik je dat even vertellen. Heb je wel eens een pornootje gekeken? Ik heb wel eens een pornootje gekeken. Ja, heb je wel eens een pornotje gekeken? Wel eens, ja. Deze quiz is gemaakt onze leeftijd, onze generatie bewust maken van het feit dat porno is een soort van, is eigenlijk gewoon een toneelstukje. Klopt, snap je? Klopt. In porno komt een man, zeg maar, na een uur nog steeds niet klaar. Klopt, ja. Als het dan in een minuut klaar komt, is dat dan snel? Dat bewijst dus deze quiz, of dat snel is of niet. Dus dit is gewoon een realistische quiz. Dit is niet crap die je in een toneelstuk van porno ziet. Hetzelfde als de gemiddelde penis van een man. Ja, in porno zie ik altijd van 30 centimeter. Heb ik dan een kleine pik? Nee. Trouwens, wat maakt als je een kleine pik hebt? Heel veel. Vat toe, ik maak het uit. Maakt niet aan wat je hebt. Dus. Op elk potje pakt het. Iedereen komt Dat is dus de insteek. Ik kijk het ook. Zeker. Kijk. Wat maakt een man een goede minnaar als hij een grote penis heeft? Nou, je raadt het niet. Hey! Als hij aan het meisje vraagt wat ze lekker vindt en hier ook rekening mee houdt. Nou, wat zal het zijn? Heel lang achter elkaar door kan gaan als hij veel verschillende standjes kent. Of als hij in Minnaarden woont. Ik snap het niet eens. Ja, ik had het ook gewoon alleen kunnen doen. Waarom doe ik dit met jou? Ja, oké, okay, kom terug. Als hij het meisje vraagt wat ze lekker vindt en hier rekening mee houdt. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik vraag het ook altijd. Jij vraagt het gewoon op straat aan meisjes. Ja. Wat vind je lekker? Dan hou ik er rekening mee. Geef me gewoon aan wat jij chill vindt, dan doe ik gewoon mijn best. Ja, dat is waar. Ik vind het lekker als jij je bek houdt en mijn bed erover houdt. Wat de fuck doe je hier? Fijn als je een pistool in je mond stopt en de trekker overhaalt. Heb ik wel eens gedaan. En? Zat geen kogel in! Flinke diep rood. Hoeveel vrouwen vinden het fijn als een man klaarkomt in hun gezicht? 0%? Dat kan niet. 0%, 5%, 15% of 30%? Nee, tot de 5 of de 15. Ik ga voor 5. Ik ga met je mee dan. Lijkt mij ook fucked up. Ja, ik weet het niet. Moet ik even doen? Gay! 5%! Lekker, we zijn het weer met elkaar eens. Welke van de onderstaande uitspraken klopt? Ik ga weer voorlezen. Seks! Bij seks! Bij seks kreunt het meisje voortdurend en luidruchtig. Bij seks gaat alles helemaal vanzelf. Kom, ik ga door. Bij seks hoef je elkaar niets uit te leggen. Bij seks kan er ook wel iets wat misgaan. Ho? Ho? Confetti! Ho? Ook voor ons dat klopt. Kan er ook wel eens wat misgaan. Nou, wat denk je zelf? Ik denk de allerlaatste. Misschien is er een keer op pik gestaan. Lig ik vaak. Mini-dik. Ik moet kelp butten. Mini-dik. Goed bezig, je hebt alle antwoorden goed! Al veel, maar als het gaat om seks ben je nooit uitgelid. We hebben dus letterlijk alle vragen goed. Ik had gelijk. Maar ik had gelijk met 30%. Ja, maar dat en die 5%? Ja, maar dat dacht ik ook. Wij zijn goed, jongen. Wij zijn een seksmodel. Zo lijkt het bijna. En dan wil ik even kijken wat de mensheid over het algemeen heeft beantwoord. Want ik heb een aantal statistieken van jullie kijkertjes thuis. Ik vind het wel knap van onszelf. Echt fucking goed. Ik vind het oprecht goed. Ja, ik ook. Ja, ik heb nu al wat zin in seks weer. Oké, vraag 1. De helft van de jongens denkt dat een stijve penis zo groot is als een courgette. Oh ja, jij dacht een courgette. Mohol. Kijk gewoon naar mezelf. Ik had het goed. Ja, dat is goed. Ja, maar ik ga geen ja. We zijn een team. Wij hadden het goed. Vraag 2. Hoeveel procent van de meisjes kan klaarkomen van neuken? Boom! Er zijn er heel veel mannen die dan denken, oh ja, mijn chick komt echt vaak klaar. Nee. Oh. Dat is niet waar. Onze schapen, of het nou God is of de evolutie, waar hebben we voor gekozen dat een man en vrouw gewoon, weet je, ja, dat weet ik ook niet, joh. Ik ben niet God. Oh nee, dat dacht je wel. Is niet waar. Vraag 3. Het over de plaatjes van de dingen. De helft van de jongens denkt dat één van de afgebeelde vagina's normaal is. Terwijl ze alle drie normaal zijn. Dus belangrijk dat ze benadrukken dat er heel veel variatie is. Ja. Maar het is oprecht waar. De volgende vraag was: hoeveel procent van de jongeren van 18 tot 20 heeft wel eens anale seks gehad? Peter dacht 100.000%. Ik dacht zelf 20. Jongens overschatten hoeveel jongeren dat hebben. Het is maar 20% en dat heeft 33% goed. De rest zit te hoog. Oh, je kan ook tegen bent. Als je het leuk vindt, moet je het zeker doen. Ik bedoel, als je poepen lijkt, film je gewoon gaan poepen.
Hoe lang duurt het gemiddeld voordat een man klaarkomt? Ze overschatten hoe lang het duurt. 5 minuten en 75% denkt langer. Waarvan 20% zelfs een kwartier denkt. Nou, ik moet wel zeggen, ik doe er ook wel eens 15 minuten over, maar dan doe ik het dan expres. Ja, dat snap ik. Ja, opzettelijk. Ja. Omdat ik gewoon het moment is gewoon, het is gewoon een, weet je, ik ga gewoon lekker, weet je dan. Dus als ik in het moment zit, ben ik er ook meteen uit. Laat ik zo zeggen. Zo snel gaat het. Wie is het moment? Waarom zit je in haar? Moment. Normaal gesproken lach ik op mijn eigen jokes, en nu zit jij erbij om de jokes even af te keuren. Nee, dankjewel. Ook leuk dat je er bent ook. Wat maakt een man een goede minnaar? Nou, wij hadden overduidelijk het antwoord als hij aan een meisje vraagt wat ze lekker vindt en hier rekening mee houdt. Als meisje kan ook best zeggen, hè? Ik vind dit lekker. En dan kan ik vragen aan de man, wat vind jij lekker? Juist. En je kan niet zeggen van, nou, ik ga zo het dan niet pijpen. Als de jongen hier wel bent. Weet je wel, het is geven en nemen. Want zoals je schepen, kost ook vermoeid en shit. Maar doe je ogen voor elkaar. We hebben deze was opvallend goed beantwoord. Al jullie thuis, jullie hebben het goed gedaan. Als ik heel eerlijk mag zijn en een beetje kritisch richting Sens. Deze lag er wel een beetje dik op. Ja, die maakt wel Sens. Hoeveel vrouwen vinden het fijn als een man klaarkomt in hun gezicht? Nou, wij hadden 5%. Maar ik vind het dan wel apart. 60% heeft het goed. Maar dan 40% denkt meer of minder. Ja, oké. Ik doe het gewoon vaak. Gewoon domme avond. Oké, welke van onze uitspraak klopt? Bij seks kan er wel iets misgaan. Jullie. Hoe meer je gewend raakt aan elkaar, hoe ouder je wordt, hoe dikker, hoe makkelijker je bent. Ja. En hoe meer geluid je maakt. Ja, dat is wel waar. Dit had heel veel mensen goed. Is het bij jou wel iets misgegaan? Flats in bed gescheiden. Juist. Dan had ik wel een keer een mes in mijn hand en die ging weer in. Ja. Zo. Oké, heel per ongeluk. Okay. Nee, er zijn wel zo'n dingen fout gegaan, ja. Waarom gebruiken producten dus eigenlijk geen condooms? Dat ziet er niet erotisch uit. Ook dit hadden heel veel van jullie goed. Lieve mensen van het thuisfront daar, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Doe de quiz, dat kan nog steeds door hieronder in de beschrijving te klikken. Dat is een linkje. Peter, bedankt dat je mee wilt doen. Porno is gewoon een kunstje. Je mag best porno kijken, volgens mij doet iedereen maar het wel. Hou in de gaten dat er ook een normaal leven is. En als je echt seks hebt en het komt niet overeen met porno, dat dan niet raar is. Dat hoort gewoon een beetje zo. Roleplay. Zoa. Doei. Ik heb het zoa. Nee hoor.